Maar waarom ik even uw aandacht vroeg is, we willen beginnen met de raad, dat we alle mijnwerkers eenheid willen vragen. Zover niet bekend, dat we een vuil papier laten rondgaan met e-mailadres van u. We gaan een nieuwsbrief maken, geluk al. Ja, oké, dan heeft u vandaag eigenlijk de gebouwen beschikbaar gesteld. En het zijn allemaal lokale mensen voor de mijnwerkers. Dat is dit gebouw is. Daar is werk. Ja, en wij vinden dat die link naar de historie altijd moet zijn. We zien dat ons inzetten bij de bedenking van de patrons van de mijnwerkers. Dan gaat het hoger op naar Hulp Center. Dan zijn daar inderdaad nog meer bevolking op begint. Samen op Staatsplein Hendrik. En toen die dicht ging, overgezet geworden naar Staatsplein Hendrik. Ook nu gepensioneerd, neem ik aan. Gepensioneerd. En collega. Ik ben Jan Teunis. En Jan Teunis is werkzaam. Ik ben 7 jaar op de Hendrik geweest en 18 jaar op de Emmaal. 25 jaar. Ja. En je hebt de volgende. Een paar liedjes te zingen. Hier op deze bijeenkomst. En dat is A, is het een herdenkingsdag. En B, is het een feestdag. En ik heb gemind met het herdenkingsgedeelte te beginnen voor het liedje wat ik geschreven heb. Adie leef kumpels, adie beladie. Vier houden je meer geluk. Geel zorgen dagelijk nooit meer, nooit meer. Steht eben aus harte gedrückt. Adie Kamerad, adie Lebepart, adie Sohn für immer, adie, adie, adie Jung für immer, adie. Dat is het gevoel van een koelmans gestoord. Men zegt het woord de Herrgod zien wil. Het kruis moet gedragen, het huurt zo de bier. Maar dat mens begreep het leven niet meer. Adie, leef koepels, adie. Vier houden juist meer geluk. Hier zorgen dagelijk nooit meer, nooit meer. Steht eben aus harte gedrückt. Adie, Kamerad, adie, lieve Pap. Adie, Sohn, für immer. Adie, adie. Adie jong, voor immer, adie, wat ging dat nog voor? Of jullie ging het dun doen zo slecht? De leefde toch niet alleen de zuurling,
Dat stukje